Het wegdek van de Waalbrug gaat gerenoveerd worden. In de nachten van 24 en 25 april tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends wordt daarom de weg gedeeltelijk afgesloten voor auto's. Stadsuitwaarts wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Stadsinwaarts is de weg helemaal dicht. Verkeer wordt met borden omgeleid via de oversteek. Fietsers, bussen en taxi's kunnen wel gewoon gebruik maken van de Waalbrug. Het was al een tijdje bekend dat ze de Wiegense politiek zou gaan verlaten. Maar woensdagmiddag was er het officiële afscheid van wethouder Agnes Schaap. Schaap wordt burgemeester van de gemeente Renkum. Als dank voor haar werkzaamheden van de afgelopen jaren kreeg Schaap vorige week een motie van vertrouwen van de Wiegense gemeenteraad. Ja, dat is altijd heel gevaarlijk, maar ik ga het toch doen. Ik wil vooral iedereen bedanken die mij geholpen heeft om mezelf te ontwikkelen, dat ik nu inderdaad burgemeester mag gaan worden. Want vanaf 98 ben ik in de politiek, daarlangs ben ik inderdaad werkzaam geweest in de zorg. Maar daarlangs heb ik ook in heel veel besturen, commissies, noem maar op. Want ik vond het vooral interessant om te kijken wat gebeurt er nu allemaal. En die mensen hebben mij wel allemaal de kans gegeven om het te mogen doen. En ik wil één man, of twee mensen, maar volgens mij is dat één persoon. En dat is de secretaresses, die wil ik echt bedanken voor alle ondersteuning. Dus Ineke, ik wil jou in ieder geval een bos bloemen. En dat staat voor alle medewerkers en voor alle collega's. Ineke, dank jullie wel allemaal. En vooral ook dank jullie wel dat jullie er allemaal zijn. Ik ben er ongelooflijk ontroerd door. Dank jullie wel. En Ineke, voor jou een bos bloemen. Vrijdag staat er weer een Nijmeegs Nieuwscafé op het programma. Er gaat gesproken worden over drie onderwerpen. Kunstenaar-conservator Jan Wieger van den Berg startte een petitie voor een nieuw plan van aanpak voor het Valkhof Museum, zodat het museum uitdagender en spannender wordt voor bezoekers. Verder is horecaondernemer Leon Berkers te gast. Hij kreeg onlangs van Rijkswaterstaat te horen dat hij met zijn terrasboot Opusientje weg moet. Die boot is echter de basis voor Festival de Kaai. Dreigt het eind voor dit festival of komt er toch nog een oplossing? Tot slot komen Tobias van Elveren, Mark Buk en Inge van Dijk langs. Zij gaan praten over de LinksPlus-coalitie in de Nijmeegse gemeenteraad. Wat vinden de fractieleiders van respectievelijk D66, CDA en VVD van dit beleid? En wat missen zij? Het Nijmeegs Nieuwscafé begint vrijdag om 5 uur in de villa aan de Oranjesingel. Er wordt gewerkt aan het labyrint op de Waalkade. Door de schuine zijkanten van het kunstwerk komt het water uit de Waal niet op alle punten even hard aan, waardoor de stenen kunnen losraken. Ja. Omdat hier in het verleden nog wel eens mee gegooid werd, is besloten een speciaal mengsel met lijm te gebruiken om de stenen nu extra goed vast te zetten.